Genodigden, onder wie bisschop Hurkmans en burgemeester Rombouts van den Bosch, zagen verlichte graven, dansende engelen en een capoeira-show, een Braziliaanse vechtdans. Nogal gewaagd, zou je zeggen. Daar hebben we ook lang over moeten denken of je dat kon doen en hoe je dat dan zou moeten doen, zodanig dat het geen schandwoord lukt, dan zou ik maar zeggen. En dat werd het ook niet, want de stichting Solamen, de beheerder van de begraafplaats, had een duidelijk doel met de capoeira-strijders. Die multiculturele maatschappij die er toch aan zit te komen, die heeft een betekenis. En de begraafplaats zal ook zodanig mogelijkheden moeten krijgen dat vanuit die multiculturele samenstelling van de maatschappij er plaatsen zijn voor mensen op deze begraafplaats. Orthen was 150 jaar geleden de eerste begraafplaats in Den Bosch. En dat was nodig ook. Tot die tijd, spreek 1858, werden de overledenen in de Sint-Jan of in de kerken en in de kerkhoven. En dat was een hygiënisch onmogelijke toestand. Er zijn 80.000 mensen begraven in die 150 jaar. Wij zijn ontzettend bevoorrecht, vind ik, in Den Bosch. Dat er zo'n mooie, goed onderhouden en vooral ook sfeervolle begraafplaats is. Waar iedereen gelijk is. De oud-burgemeester heb ik hier mee mogen begraven. Maar ook de dakloze straatmuzikant Henrico. En dat zal ik ook nooit vergeten, Engel van het meer, de Vondeling. Het is zo'n superplek. Dat ik denk dat niet alleen de bisschop vanavond gezegd heeft dat hij hier begraven wil worden. Dat lijkt mij eigenlijk ook wel wat. In het weekend zijn er nog rondleidingen op de begraafplaats voor omwonenden en andere belangstellenden.